Oké, nou, dit gaat een pittig potje worden. Dit gaat een lange pot worden. Oh. Dan moet hij nog de mana krijgen. Oké, okay, hij krijgt een copy ervan. Dus Shade gaat voor de Death Knight. Discovery van Shulkin. Nou, het mooie aan is dat hij dus wel een beetje een idee heeft van oké, goed, dit is een control-achtig deck, geen tempo. Control decks runnen eigenlijk altijd deze kaart. Okay. Maar het leuke van het deck van Shulkin is, ja, het leuke. In ieder geval, ik heb het idee dat wat je in principe met dit deck kan doen, is je kunt oneindig door blijven spelen. Je maakt een kopie van je hand. Ja. En die kaarten shuffle je allemaal terug in je deck en ze kunnen door blijven spelen. Waardoor je ook gewoon een kopie maakt van de andere kopie kaart. Je krijgt straks meer dan 30 kaarten in je deck. Nou ja, het is niet dat je noodzakelijk meer dan 30 in je deck krijgt. Eerder dat je constant weer het met 5 bijvult als je zo op 3 kaarten zet. Oh, okay. In ieder geval, ik kan te snel op die conclusie trekken. Het kan een ander deck zijn hoor. Maar ik moet zeggen, Warriors zie jij weinig. Laatste tijd. Het lijkt erop dat Tom of Shaymas ook nog een andere legendary discovered op een andere manier. Misschien met de Jam de Dragonet. Op dit moment zie ik nou wel veel kaartjes doodgaan, ja, maar nog niet echt veel op de face. Shaymas heeft ook Dabin's Hand gediscovered. Shuffle a copy of your hand into your deck. Dus dat is de kaart waar ik het over had. Ja. Die is niet heel noodzakelijk. Nou, we zijn ook alle 1-drop spells zijn gecleared. Wat heel naar is voor Tom. En voor Shaymaster. Blijf maar zeggen. Eigenlijk alle priest spells zijn daardoor weggehaald geworden. Die ook best wel relevant hadden kunnen zijn. Maar Shulk momenteel met niet echt iets concreet wat hij kan spelen. En Bring It On zal, ongeacht of die dan weer of niet, wel echt heel veel value voor Shapemaster geven. En het lijkt op dat hij hem gaat spelen. Maar als hij dat gaat doen, die Bring It On, dan kan ik me voorstellen dat hij nog een eigen moeilijke match tegen moet gaan. Een hele moeilijke. Oef. Sneak with the Fishes alleen voor de Twilight. Oké, en hij gaat voor de Bring It On. Dus wat hij krijgt is 10 extra armor, maar alle minions in de hand van Shapemaster worden met 2 mana reduced. Oké. Dus ik denk dat Tom eigenlijk wat Shapemaster aan het jeuk is om die Rodface te spelen. Kijk wat hij eigenlijk concreet zijn plan is. Het klinkt bijna als een kaart die heel goed is voor je tegenstander. Ja, ja. Je denkt van, goh, ik maak het de ander even makkelijk. Wat is het voordeel van die kaart? Rodface hebben we het over? Of ja, dat je die 10 extra armen krijgt, dat is natuurlijk leuk. Maar ja, een deel van het team vind ik nou niet echt heel... Nee. Er moet toch meer bij zitten dan alleen dat? Warrior krijgt 10 armor. De opponent krijgt... Die twee mana reduce. Ja, precies. Voor iedere minion. Dus het is wel in, een bewijs in de hand dat... of ook in deck? Nee, in de hand. Oh, oké. Ik wou zeggen dat het hele deck zou zijn. Nee, dat zou echt. Dat zou inderdaad niet zo. Eigenlijk wil je die spelen op het moment dat jij veel kaarten hebt en die ander niks. Precies. Ja, ik denk 2 mana, 10 armor. En dan potentieel dat je helemaal niks bufft. Stel je voor, je opponent heeft de hand leeg. 2 mana, 10 armor is echt heel goed. Ja, dan zeer zeker. En uiteindelijk. Is de bedoeling ook van de deck, omdat je deelt dat je hand kopieert, raak je niet in fatigue. Ja, dus fatigue is, weet je wel, dat die kaart hier oprapen. En omdat jij dankzij die 10 armor kan blijven spammen en je opponent geen kaart meer heeft, blijf jij in leven. En dan maak je er een kopie van. Oeh, hoe kwam nog eens deze kaart hier? Oh, vanuit de Rodface. Oh my god, dus Rodface is een main als hij gedamaged wordt en hij overleeft de damage, komt er een random legendary uit. En hij toevallig heeft, komt daar een hele mooie. Er komt eigenlijk een hele mooie uit. Het is een 12-12 die niet door spels geraakt kan worden. Dus
Je zou bijna zeggen good game, maar het staat 38 tegen 30. Ik denk dat dit echt een zo'n swing is en dat Shape Master, ik kan hem momenteel niet zien, maar wel even in de lach schoot van oké, what the fuck. Ik zie hem nog niet onder de camera door. We zullen hem zo deze kant op krijgen na afloop van deze match. Ik denk dat dit wel echt een van de, misschien een van de beste is die je eruit kan krijgen. Ja, hij hoeft die taunt maar weer weg te werken en... Ja, dan is het, maar het is Little. Ja. Het had eigenlijk een hele lange match kunnen worden, maar die... kijk, dat is de kracht van Priester. Hij discoverde eigenlijk de minion, de Rod-faced van de Warrior, want het is een Warrior-kaart. Met allemaal Priest-kaarten kun je kaarten jatten voor je opponent's deck. En ja, goed. Had hij dus de Rod-faced uit, daar kreeg hij 12-12. Dus eigenlijk played his game. 1-0 voor Shape Masters. Ja. Dat is mooi voor Shape Master. Iets anders dan ik verwacht had. Ik had iets meer hoge ogen bij Joeken. Maar ja, als je zo ongelooflijk veel geluk hebt met die 12-12 eruit te krijgen. Ja, dan wint iedereen. Zelfs Shape Master. Nee, dan verlies ik nog mee hoor. Dat, Nee hoor, ik bedoel, ik kan uit met Shape al vrij. En dan zit hij daar zo. Hey. Zit hij me? Nee. 12-12, nee. 12 bier? Nee. Oké, we krijgen nu Shape Master met een mage tegen een warlock van Juke. Ja. You asked for it. Ja, hij durft niet terug te komen met zijn warrior. Hij pakt nu gewoon een andere. Shape mag natuurlijk geen priest meer spelen. Nu. Nee, precies. Hij krijgt wel gelijk. Op zich een goede mulligan, zeker. Nou goed. Even kijken wat hebben we. We hebben gewoon de typische control. Dat is een degelijk deck wat Shulk heeft. Echter, ik had het met Shulk al laten over het deck wat hij gaat spelen. Het is een quest mage. Ja. En wat er eigenlijk gebeurt is 6 spells spelen. Ja. Die niet in je deck zijn begonnen en dan kun je nog een beeld. Die heb ik laatst tegen me gehad. Dat was heel leuk. Ja, ik was al bijna dood. Dit liep niet, zeg maar, toen hij uiteindelijk zijn quest had. Ja, het is, je moet eigenlijk voor een win condition. Ik zie iemand in de achtergrond proberen af te leiden. Je wil eigenlijk voor de win condition gaan dat je gewoon in één keer je enemy kan neerbursten. Volledig. Ja, dus in twee beurten wil je hem gewoon helemaal dood hebben dan ook gelijk. Er is gewoon een gegarandeerde comp in ieder geval. Ja, een gegarandeerde comp dat je gewoon oneindig fireballs in de enemy face kan blijven gooien. Maar dan moet je wel een bepaald aantal kaarten over hebben om die win condition maar te kunnen maken. En tot die tijd is het eigenlijk uitstellen, enemies freezen, HP erbij krijgen. Het helpt niet voor Julke dat nu ook, dat hij zelf ook... Frozen kan worden. Ook dat hij deze kaart speelt, Mistress of Mixtures, want die healed heroes en daarmee stal je indirect de game van de andere kant. Ah, zo, ja, snap ik. Dus het is van de andere kant ook wel nodig voor Warlock, want ja, goed. Je bent elke keer die HP kwijt als je een kaartje wil pakken. Dus, het is ook wel echt een nodige kaart, maar ik kan me daardoor voorstellen dat het iets meer favorable is voor. Ja, het zijn kleine dingetjes wat. Uiteindelijk hield hij ook maar 2 en Shulk hield 4, dus ja. Ja. Ik weet even niet wat voor een spel momenteel Shade in zijn hand heeft om de quest te triggeren. Ja, dit is eentje created by Primordial Glyph. Kunnen wij dat niet zien als wij er overheen hoeven? Je kunt de secrets kunnen wij zien. Ja. Je kunt alleen de quest kunnen wij zien van welke ik gespeeld heb. 5. 1 van 6. Ja. Speel hij. Op een 6 laat je. Dat is niet wat Shade wilde. Ja, dat was echt een heel mooi play van Shulkin. Wat eigenlijk gebeurde uit Secret hier, Explosive Runes. Mm-hmm. En die doet 6 damage op de unit die wel als eerst gespeeld wordt. Maar het hele doel van deze minion is dat hij doodgaat zodat je een betere demon eruit krijgt. Dus ja. Dat was gewoon... Bad luck. Precies. Had hij net geluk met zijn 12-12, heeft hij nu eventjes bad luck. Ik bedoel, het kan niet altijd feest zijn. Ja, precies. Nou, ik denk dat die 12-12 simpelweg gewoon luck was. En dat die... dat dit gewoon echt een goede play is van Jilk uit. Ik denk dat hij hem wel had gelezen. Denk wel. Ik weet dat Jilk veel speelt. Dus... Het is niet voor niks dat hij ook vorige keer in de finale stond natuurlijk. Precies. Dan wil ik Tom niet zeggen dat hij slecht is, maar absoluut niet.
Maar ja, Shape Master dus. Maar ik denk dat Tom toch net even, dat Sjoke net de man meer is. Maar dat mag hij laten zien. Hij moet nog 2 keer winnen, Sjoel. Ja, precies. 2 keer? Ja, 2 keer. Want Shape had net 1 keer gewonnen. Oeh, en Sjoke speelt Eater of Secrets. Wist hij dat hij tegen een mage moest? Want Eater of Secrets is echt wel echt de kaart die je speelt om tegen een mage te spelen. Maar als je hem nou speelt, dat zou het zou zonde zijn als je hem nou speelt. Hij doet het. Je wilt echt de ice blocks weghalen. En ja, dan heb je gewoon gegarandeerde kill. Oké, zeker. Er komt nog. Ja, dit ziet er pijnlijk uit voor Shapemaster. Hij gaat nu de ice block spelen en die zou je eigenlijk Eater of Secrets gewild willen hebben. Maar ondanks dat Julke wel wat goede kaarten in de tussentijd heeft geoverdrawd, wonders in de wapen, die spant een demon uit zijn hand iedere beurt. Waardoor je dus zo'n gratis 9 deze kaarten gratis erin kunt krijgen. Oeh, gratis? Ja. Wij houden van gratis. Ja. Maar aan de andere kant zie ik hier toch 20 puntjes tegen 2 puntjes. Zie ik een vol deck met beestjes en nog 1 zielig overgebleven beestje. Dan komt er al een huisblokje, dus deze beurt is voorbij, begrijp ik. Ik kan alleen nog wat dingen op gaan gooien, hij mag hem niet meer beschadigen. Hij zou die 2-2 misschien nog kunnen killen. Ik weet niet of hij nog wat mag doen. Hij zou hoger dat hij 2-2 kunnen molen, maar dan meen je wat hij kan aanvallen. Volgens mij heeft hij met alles al aangevallen. Ja. Aangevallen. We zijn hier niet op Nederlands cursus, dus dat mag allemaal. In the heat of the moment. De spanning is ook te snijden. Ja, goed. Het enige wat zijn enige overwinningskans sowieso is die uitblok te spelen. Maar ja, goed, je hebt er maar 2 van in je deck. En als je al zo vroeg in het spel. Shade heeft zijn quest nog niet afgerond. Bij lange na niet. Daar moet je ruimte voor krijgen. En ja, die krijgt hij momenteel niet. Dus ja, hij heeft zijn ijsblok wel gespeeld, geloof ik nu, ja? Zijn ijsblok komt heel up. En hij kan alsnog aanvallen via de Hellfire, gaat hij nog doen. Daarmee triggert hij de ijsblok. En dat is een tweede ijsblok van Shapemaster. Daarmee vermoed ik. Ik denk dat Shade ook al weet dat het er pijnlijk uit gaat zien. Dat er nog een derde match nodig gaat zijn, ja, om de winnaar van deze ronde. Kijk, wat Shade nog kan doen is apprentices spelen. Waardoor je spels wil koppelen. Ja, maar dan nog 2 HP tegenover 24. Het is een enige keuze. Als alle kaarten momenteel goed zouden vallen en alles komt in principe uit zoals hij het nodig heeft, dan zou hij nog kunnen winnen. Kijk, want dit is eigenlijk een soort van zijn all-in, om dat zo te zeggen. Oké. Okay. Maar ja, hij duplicate hem nou. Krijgt hij wat random spells uit die ook wel heel goedkoop zijn? Nee, Image doet wel zijn werk. Oké. Ik moet dit deck ook eens een keertje spelen, geloof ik. Dit ziet er wel grappig uit. In de tussentijd blijf je nou gewoon een gratis spel spelen. En gaat zijn quest ook maar verder en verder als hij zijn quest nou redt. Ja, een ice block is er ook weer, perfect. Die had hij nodig. En zijn quest is niet compleet. Ja. Dus ik vraag me af of hij hem nu ook kan spelen. Want als dat niet het geval is en hij... Nee, maar... Julke die heeft een Hellfire. Hier houdt het op. Want al zijn mensen hier gaan nu kapot. En daarmee heb je je win condition soort van kwijt. Als je apprentices kwijtraakt, dan zijn ze... Dan kun je het vergeten. En dan komt de Hellfire. En ik denk dat Tom... Shapemaster hooguit nog de bokken wel wat gaat proberen, maar ik bedoel, hij had die ijsblok om nog in leven te blijven en hij heeft de time warp. Als je hem trouwens speelt, doe ik een deck of spelen, heb je wel die time warp is een legendary, dus ja, ik zeg toch, ik moet nog een priest deck hebben, 6000 dus, zal dat wel zeker gaan kosten. Mitch. Mage deck. Oh ja. Mage priest. Ik zeg altijd priest en druid door elkaar. Dat doe ik nog altijd eigenlijk. Ik weet niet wat dat is. Nee, ik noem mage en priest altijd door elkaar. Dan halen ze allebei magic. Typisch. Ja, druid ook wel, maar anders. Nee,
daar zit geen secret in wat hij nodig heeft. Ja, hij speelt wel een Time Warp. Ik vermoed dat dit gewoon... Shade is wel gewoon prima door aan het vechten, maar hoe kan hij dit nog... Ik zie 27-2 en ik denk, no way. Hij blijft nog proberen. Blijf. Wat ik op zich wel kan waarderen. Want hiermee kan hij in ieder geval nog... Hij cleart nog die minion. Heeft... Even kijken, is er nog iets... Nee, Shulk heeft nog een Doomguard. Dus dat is lethal. Tenzij hij om een of andere vreemde reden helemaal om de secret heen gaat spelen. Welk vraagtekje staat heen nu? Dit is niet Ice Block. Spellbender, oké. Okay. Dus ja goed, en hij heeft hier die charge. Alleen is de vraag, wat is je secret? Durf ik het wel te spelen? Hij gaat in plaats van voor volgende zaad. Heb je ook is wat meer... een veiligere optie in dit geval. Ja, freeze all, oké. Okay. Ik neem ook aan dat hij niet eigenlijk een zot wilde, want je discordt wel twee kaarten als je die kaart speelt. En stel, die secret was een of andere potion of polymorph, dat die meteen in een 1-1 verandert, bijvoorbeeld. Ja. Dan is dat dat. Maar Shade heeft wel zijn Doomsayer opleggen samen met... Oh, die destroyt alles bij het begin van precies. De volgende beurt, of die zijn er gelijk, hè? Precies, en hij heeft nu alles frozen. Dus dat heeft hij een tweede secret gespeeld, wat nog meer mind tricks op om zullen spelen. Maar even kijken, mis ik er iets? Nee, die cube gaat er niks uithalen. En in de tussentijd, je weet ook niet op een gegeven moment weer wat van secret anime heeft, want het is heel dat je random spells krijgt, met random... Ja, dan ben je helemaal de tel kwijt. Precies, het is niet meer zo van oké, hij heeft nog twee iceblocks gespeeld, maar ja... Hij kan soms nog twee kunnen. Nieuwe hebben. Precies. Oh, de 07 is nu weg trouwens. Oké, okay, ik had de Seventh Soul gemist, dat is gewoon ja, removal simpelweg. Let's go! ik zou hem wel kijken. Oké, okay, nou... Hij was helemaal happy aan het kijken. Let the games begin. Dit is echt gewoon zijn last resort. En dit is ook echt wat het enige is wat hij met uitgang hadden. En ik hoop het van harte dat we dit mogen meemaken. Oké, heeft ondertussen 10 HP. Oké. Krijg je weer damage in de face? Oké, het gaat allemaal richting de enemies. Zo waren goed. Choose a minion whenever it attacks draw cards. Silence, niet de Joxeron. Oké, wow. Het komt goed uit. Maar hij moet meer krijgen dan dit. Flamestrike die... Oké, en dat was hem. Oké, hij heeft een bordkleur gekregen en een... Ik weet niet of hij een secret erbij heeft gekregen. Nee, die secret had hij nog. Maar hij heeft ook nog wat armor gekregen, dus hij zit weer op 10 HP momenteel. En het lijkt erop dat we nog altijd in game zitten. Ja, ik verbaas me hierover. Dat heel mooi. Is, eigenlijk, ik had hem eigenlijk lang opgegeven van tevoren, ja. Maar ik weet niet. Als hij dit wint, respect. Ja. Ik zag shit vanaf hier als ik kijk, ik heb maar van, daar gaat ie. Even kijken of ik Shulk ook nog ergens kan zien. Shulk zit nou diep voorover gebogen naar zijn schermpje te kijken. Even een klein schermpje bij, dus is hij met dat witte aan. Oh, hier rechts moet ik ook daar aan rechts, de derde van rechts. Dus die, ja, ik kan niet zien of hij heel blij kijkt, maar nou ja, hij is in ieder geval ingespannen bezig. Ja. En terecht. Hey, en wie zei dat hier geen spanning in zou zitten? Hè? Nee, dat we niet helemaal hyped gingen worden hiervan. Nee, inderdaad. Weet je, toen ik het 10 seconden daarna evalueerde, ik het ook voor mezelf. Ik zit van gast, er zit zeker wel spanning in een turn-based game, dat is een punt niet. Het is, we hebben nu eigenlijk gewoon een keer een control match. En in plaats van gewoon dat die tempo match is. Ja, precies. Wie kan het snelst alles face rammen? En dat is, zeker nu ook als dat caster doet, dat ja, is jammer. De eerste keer dat ik caster van Hearthstone, dat was op Times, 2 jaar geleden. Vorig jaar, de afgelopen maand, een keer daarvoor, anderhalf jaar geleden. En dat is allemaal, waren gewoon heel veel control matches, echt meten. Ja, dat is mooi. Maar de kaarten van Shade Master zijn op. Maar hij kan weer 5 nieuwe kaarten. Oh ja, dat is wat je zei, ja. En hoeveel heeft hij nog? Dat was nog van de vorige. Deze, die Deck of Wonders heeft hij ondertussen uit wat gekregen? Uit Cabalist Stone.
Dus hier had ik nog een kaart, Tron. Sjoek is nou ook klaar met zijn kaartjes. Ja. Maar die is echt out of cards nu, hè? Ja. Hij heeft wel ondertussen nog even zijn hero power. En dit is eigenlijk wel echt een cruciale win condition. Als hij deze ook had geburnt, op het moment dat de kaarten waren geburnt. Dan had hij een dikke pech gehad. Had hij echt, dan denk ik dat. Ik denk nog altijd zeker. Jezus! Ja, dus dit soort dingen gebeuren dan. Oké, het lijkt zelfs nog niet. Ja, dat twee worden gespawnd. Over. Nou, hele mooie match. Dat was eigenlijk een prachtige match. Het ging van links naar rechts, van rechts naar links. Ja, van boven naar onder, van onder naar boven. Heel mooi. Die Jochse won, die kon ik echt enorm waarderen. Jammer dat hij gekild werd op het einde, maar daar had wat heel erbij. Ja, gaan we er nu nog eentje krijgen? Ja, 1-1. Want dus we gaan eindelijk een keertje in game 3. Doorgaans weten, zeker in het begin van de break, stap je altijd 2-0, 0-2, nooit 2-1 of 1-2-1. Ja, nooit. Minder vaak. Ja, dat is ook. Als je een goede bracket doet met een goede seeding, dan wil je ook niet dat je de finale eigenlijk al in de eerste ronde gespeeld hebt. Nee, precies. Dus dan wil je de wat minder goede tegen de wat betere zetten, zodat je in de finale hele mooie dingen gaat krijgen. Ja, precies. Nou. Sommige mensen vinden seeding helemaal niks. Die vinden dat gewoon leem en flauw. Het moet maar gewoon helemaal at random zijn. Maar voor de spanning van het einde is het wel zeker mooi. Ja, ik denk dat seeding echt wel eens een goede purpose heeft. Wat? Shade heeft weer zijn mage terug, want die heeft natuurlijk mee verloren. Waarom doet hij dit? Geen idee. En Zulke heeft zijn warrior weer. Ja, precies. Want dus, daar had hij ook mee verloren. Dus ongeacht of hoeveel armor Zulke ook gaat bouwen, als Tom of Shadebuster zijn win condition bij elkaar krijgt, dan kan hij allemaal bouwen wat hij wilt. Dan gaat hij daar rondom fireballen. Het enige wat me wel, wat ik wel zorgwekkend vind, is dat hij dat Tom de coin heeft gebruikt. En de coin is een spel wat niet in je deck begint en dus synergized met je quest. Dus je hebt quest gedaan en dan coin. Dan had je in ieder geval al een van de zes af. Ja, oké. Okay. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je een beetje tempo wilt en dan voor de novice engineer, maar het is echt pijnlijk. Ik weet niet of ik dat gedaan. We gaan het zien. Als hij zo verliest, dan kun je hem straks vertellen dat het gewoon door die coin kwam. Ja. En als hij wint, dan zeggen we dat hij eerder had kunnen winnen als hij die coin anders had gedaan. Wat er ook gebeurt. In beide gevallen een winnaar. Shade, you failed. Oh, even kijken. Heeft shield block gewoon eigenlijk onze standaard. En daar is de Bring It On weer. Wat was Bring It On nog eens? 10 armor. Oh, 10 armor en dan alle kaarten aan de andere kant. 2 armor er vanaf van minions. 2 mana er vanaf van minions. Van minions. Maar ja, kijk hoeveel. Je speelt tegen mage. Ja, bedoel, dat is alleen maar spells. Mm-hmm. Hij heeft wel een paar minions nog in zijn hand. En, ja. Nou, dus Bring It On is tegen een mage veel interessanter als tegen een hunter. Alhoewel, een hunter had ook al die dingen, die had ook allemaal spells. Maar dus tegen mijn rogue deck zou ik het niet zo'n ramp vinden. Nee, dan heb je meer mensen gespeeld. Ja, want dan heb ik dus mijn prins, die overal nog eens extra doet. En dan ook nog eens mana er vanaf. Nee, bring it on! Stop waar de naam vandaan komt. Ja! goed, het is 3-6 stand. Als hij doodgaat krijg je een 5. Bij een 6-9 tand, ook voor 6 mana in je deck, dus de deck van Zulke wordt dus flink aangedekt, waarbij die van Shade meer en meer gedraald wordt om al die noodzakelijke kaarten in zijn handen te hebben wat zijn win condition voor geeft. Nu speelt hij dus pas zijn quest, of nee toch? Ik weet niet of hij hem ook al vorige beurt had gespeeld, maar hij heeft hoe dan ook nog geen enkele trigger erop. Of geen enkele tik. Ben ik even de taal kwijt als het aankomt op alle... Hij heeft ook niet veel spels gespeeld. Nee, ja, precies. Maar ik weet niet of hij iets in zijn handen heeft. Wat die Babbling Brook, Creative Babbling Brook staat eronder, dus dat is dan één trigger. Primal Griff geeft een freeze van een minion. En volgende keer moeten we een grote beeldscherm hebben. Of ik een sterkere bril.
Ja, ik vind het vervelend dat ik op zich. Ik weet wel wat kaart zijn, als je op een gegeven moment de tekst moet lezen, dan kun je het beter hier wellicht lezen. Ja. Ik ben nu wel aan het wennen tot ik gewoon tot de daarna kijk en dat is wel. Dat was wel fijn. Maar als het een 40 inch zou zijn, zou dat beter zijn dan, dan bij 26. Ja, goed, of moet het dichterbij zetten. Ja, maar dan gaat de camera kapot. Ja. Dan zijn we niet meer in beeld. Dat is een win-win, hè? Oh ja. En wat dacht je van dat? Verzinnen we iets op voor de volgende keer. Ja, joh. I wonder. 40 puntjes moeten er nog afgesnoept worden bij de Warrior. En nog maar 18 bij de Mage. Ja. Ja, het maakt in principe niet uit hoeveel AP de Warrior op zit. Zolang Shades en zijn win condition krijgt, dan heeft hij gewoon gewonnen. Maar, ja. Hij heeft veel garbage in zijn handen. Die in ieder geval. Die, de Molten Reflections, die wil je. Dat zijn eigenlijk gewoon dode kaarten. Totdat je je Sorcerer Apprentices hebt. Je hebt ze wel al. En ze zijn nodig voor de combo. Maar. Ze dragen niet veel bij. Sterker nog, ze snoepen alleen maar twee spots in je hand weg. Ja, en als je dan niet de goede kaart vangt. Ja, en dat is ook het punt. Hè. Deze kaart wil jij ook spelen om het quest te trekken. Maar dan krijg je dus drie kaarten in je hand. Die moet je allemaal gespeeld hebben, of in ieder geval nog één plaats moet je vrij hebben. Anders burn je misschien een iceblock of nog erger je Sorcerer Apprentice of je Archmage, mocht je hem nog niet hebben. Dus door je kaarten in dit type mage deck in je hand zijn... is dodelijk, ja. Ja. Daarom noemen ze ook dode kaarten waarschijnlijk. Ja, die joch zou gewoon, ik kan hem wel deren. Oké. Goed. Ze hebben een heleboel muk in de handen van. Dit is Caliwoud. Je ziet ze ook erg voorzichtig spelen volgens mij, hè? Ja. En ik kan me niet herinneren dat als ik een potje online speel, dat ik in de buurt van 10 kaarten in mijn handen kom, zeg maar. Het ligt misschien ook aan het deck, maar. Ik zag wel net een Acolyte of Pain samen. Acolyte of Pain, weet je wel, die 1-3. Als je gedamaged wordt, krijg je kaart. En deze, dus in dat opzicht komen we altijd kaarten bij voor beide spelers in beide handen. Each player draws two cards. De Skull King Guys wordt gespeeld, dus alle 1 mana spells zijn uit het spel momenteel. Dat is al voor Shade Master. Oh nee, er is helemaal niks gedestroyed. Shade heeft ook geen 1 mana spells, dus dat is mooi voor hem. Shade is, ja. De reden waarom Shabas nog even face free is, is vermoedelijk omdat hij ook gewoon bang is dat hij een van zijn cruciale kaarten burnt. Als dat gebeurt, dan ja, ik draai om mijn winkeldish, maar alsnog kun je wel winnen. Ja, dan kan hij beter gelijk conceden bijna, zeg maar, dat idee. Nou ja, ik denk dat hij net is, was hij gedwongen om zijn winkeldish, in ieder geval zijn all-in te gaan doen. Hij komt alsnog in de buurt. Oké, we krijgen een Blood Mage uit de Barnes. Dus nog meer card draw voor Zulke. Dus daar moet hij wel iets mee doen. Ik weet niet of hij dat per se is wat hij wilde hebben. Ja, want hoeveel damage krijg je er nog eens als je geen kaarten meer hebt? Eerst 1, dan 2 damage, precies. Dan 3 damage, dan 4 damage. Ja, klopt op. Dus... Maar dat zal bij Julke, omdat hij juist die kaart heeft om je kaart te kopen. Ik zie hem even niet. Volgens mij Dead Man's Hand was het volgens mij. Destroy a Frozen Minion, denk ik dat het beste is. Waar gaan we nou? Dankjewel, ja. Dus hij gaat wederom alles refriezen. Een tijdje laten uitwachten. Tand mollen. Echt nog een tikje erbij op zijn quest. Mooi. Dus dat zit nu op 3-6. 3 van de 6. Ik ben benieuwd. Kan nog alle kanten op. Het zijn de quest, de secrets ook meteen hebben. De zot komt uit, dus de deck is weer gevuld. De boss is weer gevuld. Een ijsblokje en een ijsberg. Komt er een van zijn apprentices. Nice. Wat is nou een goeie hier?
gaat niks doen. Oké. Huh? Ja. 8 manen over en niks doen. Ja, maar ja, er kan niks gespeeld worden. Je kunt hooguit die Cabalus spelen. Maar dan zit je wel met het probleem dat ik net zei. Dat als je dan stel die tweede, want er zijn nog maar 3 kaarten. Even 3 kans dat die Soulstorm komt. En stel je hand is vol en hij komt. Dan, ja. Ja, dan. Ik snap, maar. Het voelt pijnlijk. Deze. Ja, precies ja. Dan komen dat soort tafereelen erboven. Dus, hij heeft wel nu nog maar 4. Hij heeft, wordt nu wapen-equipped, dus hij kan nu. De ijsblok wordt nu getriggerd. Door Shipmaster is nog niet dood. En hij heeft het tweede ijsblok in zijn handen. Dus. Hij is zich niet uitspraak. Ik denk dat Shulkin niet in dit deck de Eater of Secrets runt. Oh, daar hebben we de tweede. Oké. Ik denk dat hij hem heeft. Volgens mij heeft Shamas. Ik ben heel benieuwd. Hoe je in één keer 17, 29. We hebben het over 46 HP eraf gaat. Je speelt twee van deze mains, right? Ja. Twee sources. Dan pak je de Modern Reflection. Choose a friendly main, summon a copy of it. Maar die wordt goedkoper en goedkoper omdat je wat dingen op hebt liggen. Ja. Je maakt er 4. Vervolgens, wat hij nodig heeft, wat Tom nu aan het doen is. Is de quest complete. Hij moet nou nog. Yes, en die krijgt hij. Nog een Cabalist dan. Zeker. Nog een Mortal Reflection door. Wil je dat de quest heeft? En met die 1 mana kan hij hem nog. Met die 0 mana, ja, of met 45 zeg, kan hij hem spelen. Time Warp wordt nu gedaan. Ik weet niet waarom hij die freeze deed. Dat was best onnodig. Maar het maakt niet uit. Wat nou gebeurt, hij speelt de Archmage. Iedere keer als je een spel doet, krijg je een Fireball. Fireball is 4 mana. Plus 5 van die Sorcerer Apprentices. Ja. Zorg ervoor dat je Fireball gratis is. Uiteindelijk wil je deze win condition nou in je handen zetten. Dat je de Archmage hebt. Ja. Die telkens een Fireball geeft. En als je dus een Fireball dus speelt, wat een spel is, krijg je een nieuwe Fireball. Voor 0 mana. Eigenlijk heel erg lam. Het heet Exodia. Het is eigenlijk, je moet een bepaalde win condition op bord krijgen. En dan is het. Dan maar is je het hebt 5 van die apprentices dan nodig? 4. 4. Die 5 kwam omdat hij uit zijn dingen eentje kreeg. Oké. Nou moet één nog Shade binnen de tijd zijn face gecleared hebben. Met mobiles is dat af en toe iets meer challenging dan op een computer. Maar ik ga vanuit dat dit wel in orde komt. En ja, goed. Hoe bedoel je zijn face gecleared krijgen? Nou, gewoon de is nou toch de over, of niet? Ja, klopt. Soms gaat de tijd te lopen en dan haal je het niet. Oh, binnen de, ja. Dat je mobile device het niet geregeld krijgt, zeg maar. Oh, dat zou erg na zijn. Ja. Dus we hebben nu een tweede victory voor Shade. En daar komt de man aan. Heel mooi, jongen. Heel mooi. Ja. Crazy. Ik weet zeker dat Shulke hiervan baalt. Ja, dat. Ik weet zeker dat Tom hier, en ik weet het niet eens zeker, een enorme grijns op zijn bek hier heeft. Hartstikke goed. Hey, wij gaan er even tussenuit. Zullen we even een interview met Shade doen? Oh ja, zet Shade hier maar even op mijn stoel. Interview. There you go. Awkward. My man. Dank je. Phew, wat een matches. Dat waren goede matches. Wat een matches. Maar die Jochse Ron. ik zag je ook zo van. Hey, praise the Yogg. Praise the Yogg. Maar hij had wel goed uitgepakt. Ja, wat je die Yogg was hartstikke prima. Helaas de match niet gepakt, maar. Maar je kreeg wat armor ook erbij. Maar dat was volgens mij een beetje draw card en 5 armor. Ferocious Bites. 4 armor voor je attack. Right. Ja, precies. Dat was mijn laatste. Ja. Goede Yorker, alleen te laat. Mijn hele combo was al weg. Ik miste mijn laatste kaart van de comedy, zoals jullie gezien hebben. En de laatste kaart ook van het deck was. Ja. Dus die kwam al te laat. Ja. Ja. Ja, klopt. Ik ben op zoek gegaan naar de Lethal met de combo daar. Heel af en toe haal je uit je Cabalist Storm, zoals in die laatste match overigens ook gewoon nog Molten Reflections. Ja, precies. En dan had ik hem wel kunnen hebben daar, maar ja. Helaas is het tweede match niet geworden, maar blijkt dat die derde match is geworden. Ja. Het was wel erg even. Ja, jammer dat de meiden allebei in de laatste 5 kaarten zaten, maar gelukkig goed uitgepakt. Wat in de laatste 5 kaarten zat? Oh, de twee meiden. Ja, precies. My girls. Ja, ja. Nee.
Ja, ik zei dat tegen Anthony, die twee motorige flashes wat je hebt, het is gewoon een dode kaart. Want je kunt ook die in de beurt van 8 mana en turn. Ja. Nee, je moet gewoon wachten. Je kunt niet je hebt je combo of je hebt niet je combo. En als je bijna je combo hebt, kun je proberen nog je combo te krijgen door je Cabalist Tomes. En dan in ieder geval die extra turn en dan nog een extra draw of een... Ja, dat is zo risky als je... Of extra call draw uit je... Ja, op een gegeven moment moet je. Maar in dit geval hoef je nog niet. Nee. Je had nog een ice block, dus... Ik had nog een ice block, maar... Je kreeg ook op de goede moment in ieder geval of de Doom Cards of dan weer de Freezes. Dus dat pakt ook wel je voordeel uit. Dat is wel nice. Want ik had wel eens iets van, oké, dat Warrior-like begint wel echt challenging uit te zien. Je hebt en die rotface. Die rotface. de twee draws die ik met de priest kreeg waren echt mooi. En een rotface en een Death Knight Garrosh. Ja, die Death Knight had ik zoiets van, ik snap dat je hem snel meteen pakt, maar I don't know. Nou ja, het was het was geen keuze, hè. Het was, ik kom even niet op de naam, het was die 3-3, dus ik moet kiezen wat in zijn deck zit. En anders krijg je helemaal geen kaart. Maar je had toen nog de keuze tussen twee ja, kaarten. Maar je moet degene kiezen die in het deck van de opponent zit, anders krijg je geen kaart. En ik weet dat het sowieso Death Knight Garrosh gaat. Je hebt gelijk. Dus. Nee, in dat geval, sure. Dan komt hij wel uit. Maar die 12-12 was wel echt sick. Die 12-12 was goede RNG daar. Ik weet niet of er nog veel betere rolls dan dat kunnen zijn eigenlijk, voor de uitkomen. Qua stats niet, misschien qua effect wel, maar dat zou ik ook zo... Vraag me af wat voor een effect dan echt goed erin. Misschien in... stel je had nog een Leroy Jenkins of zo nodig. Een Leroy, maar ik denk niet dat me dat daar had geholpen. Ik denk een Voidcaller had me misschien wel geholpen daar. Want hij had nog iets van plus 30 HP volgens mij. Dus. Ja, misschien dat een Voidcaller of zo wel goed was geweest. Ik denk dat me dat 1 of 2 beurten extra had gegeven om een combo te halen. Maar de tweede. Voidcaller is geen legendary toch? Is geen legendary. Puntje. Daarom. Of in ieder geval een grote talent. Die had me misschien 1 of 2 beurten extra kunnen geven daar. Maar. Maar die was wel echt sick. De 12-12, ik heb niks te klagen. Ik had ook een tandas kunnen krijgen. Ik was heel even nieuw beleid. Ik vond, hoe komt die 12-12? Ja. Supermooi. Ik vroeg halverwege die tweede match tegen Jules, mijn tegenstander, van do you like RNG? I do. En een beetje jammer, ik vind het eigenlijk nog steeds jammer dat die tweede match, de 5 Deck of Wonders, dat we die niet hebben mogen zien. Ja, klopt. Ik was ook wel benieuwd. Daar was ik wel hype naar eigenlijk. Maar ik had iets van, oké, chill, het houdt je... ik hou van die random meuk. Maar... Ja, ik ook. Vandaar dat er ook niet ook zo rond in de deck zit. Ja, degelijk, maar kijk, ze weten nu wel hoe je de opponent in de finale gaat. En ook, ook Grand Finals trouwens, want je hebt eerst Winners Finals en dan Grand Finals uiteraard. Ja, klopt. En eventueel als je bij Finals eruit gaat, Losers Finals en dan misschien die Grand Finals voor. Ja, dus dan zijn er games wat je potentieel kunt spelen. Ja. Ze weten in ieder geval dus wat voor een deck je gaat spelen. Ga je daar nog op aanpassen voor de rest? Of heb je zoiets van, je blijft bij die mage? Ik heb 6 of 7 decks meegenomen en we gaan het zien. Ja, sure. Ik heb nog niet gezien wie ik moet spelen dadelijk. Dus, ik zou achter gaan komen wie agro deck speelt en dan oppassen met die mage. Ja, ik zie vrij weinig agro decks als ik eerlijk ben. Ja, die voorgaande matches waren een beetje, ik heb jou dan gecheckt. Ja, en de rest, ik weet dat een match is echt agro geweest, maar die jongens zaten de rest is een beetje mid-range of late game toch wel. Ja. Dus ja, we gaan het zien. Ik weet het niet. Ah, ik ben benieuwd. Ik zou in ieder geval kijken wat je nog kunt hebben. Ik heb een aantal leuke decks meegenomen, dus we gaan het zien. Nice, chill.